het is vandaag 8 maart. Oh my god, wij krijgen de sleutels. Ik heb er zoveel zin in. Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe verhuisvlog. We krijgen dus vandaag onze sleutels. We gaan nu, ga ik naar Sander toe. Dan gaan we even langs de Sligro. Bier halen, nog wat wijn. Eten hebben op zich al wel. Misschien nog wat zakken chips, filter, koffie. Want we hebben even zo'n oude koffiezetapparaat. Nou, en dan zijn we er helemaal klaar voor. Dan gaan we dus naar ons huis. Dan heb je de eindinspectie van een half uurtje. En dan rijden we door naar notaris. En dan krijgen we de sleutels. En dan gaan we beginnen. Oh, ik heb er zoveel zin in. Vandaag gaan we dus ook al gelijk eigenlijk aan de slag met klussen en zo. Zoals jullie nu weten. Ach, ik kan ook niet wachten trouwens. Dat hebben jullie nog niet gezien. Maar mocht je me langer volgen, dan weet je. De camera die stelt soms niet meer scherp. Maar goed. Dan weet je dat ik 2 kledingkasten had. Die heb ik dus verkocht. Want wij krijgen inbouwpakjeskasten. Ik leef nu dus al een maand ongeveer zo. En als je me een beetje kent met mijn opruimwoede. Ja, ik trek dit niet. Ik trek dit echt niet meer. Ik heb geen hangers meer. Het is verschrikkelijk. Kijk die berg ook. Dus nog een reden dat ik denk, can't wait tot ik gewoon mijn eigen kledingkamer straks weer heb. Maar even sokken zoeken. Sokken zoeken. Joh, we gaan gewoon lekker voor roze. Zie je toch niet. Prima. En mijn schoentjes. Deze gimpen. Toch iets casual. Maar we gaan dus gelijk beginnen met klussen. Als je me dus wat langer volgt, dan weet je dat we niet echt een klushuis hebben gekocht of zo. Dus dat is echt heel chill. Maar we gaan wel de badkamer volledig aanpakken. Dus die gaat er helemaal uit. Dus dat. En de zolder, die is nog wel oudbollig. Dus de zolder gaan we ook stuken. De rest, heel het huis is al helemaal gestuukt. Dus dat is top. Dus de zolder stuken, daar moet het tapijt nog uit. En alles schilderen op zolder. En voor de rest gaan we het hele huis natuurlijk schilderen. Sander's vader is schilder, dus we hebben echt overal onze mannetjes voor. Dus dat is echt heel chill. Maar we gaan dus vandaag, als we de sleutels krijgen, gelijk van dat, hoe noemden ze dat? Vloerloop? Sander, als je dit kijkt, sorry, ik ben het vergeten. Hun lachen me altijd uit, omdat ik dit soort dingen niet zo goed weet. Maar weet je, ieder zijn dingen. Iets van vloerloop. In ieder geval wat de vloer beschermt. Omdat we natuurlijk de badkamer gaan slopen en zo, kan het zijn dat de stenen, dingen op de vloer valt. Sowieso alles schilderen. Je wilt niet dat je mooie nieuwe visgraatvloer kapot gaat of hè, verf krijgt. Verfspatten. Dus dat gaan we even helemaal door de hele woning bedekken. Want de vloeren en zo die blijven er gewoon in. Die hebben ze recent vernieuwd. Dus dat is top. En gewoon beginnen met beslopen van de badkamer en het schuren van eigenlijk alles. Want we gaan alles gewoon wel een likje verf geven. Aangezien we nu toch een schilder hebben. En de toilet wordt helemaal gestuukt in een soort betonsiree. Maar goed, dat gaan jullie ook allemaal zien. Ik ga jullie meenemen. Ik ga nog even mijn outfitje laten zien. Nou, uiteraard heb ik ook nog mijn kluskleren mee. Maar ik dacht, joh, ik vind het wel leuk straks voor op de foto ook. Even een lekker pakkie. Ik heb dit pakkie nieuw van de Kostes. Het is een beetje een rozige lila kleur. Ik vind hem echt fantastisch. Deze tas is ook echt zo gaaf. Vriendinnen van mij die maken dit dus zelf. Van Marokkaanse tapijten. Dus deze tas hebben hun zelf gemaakt. Dit is het bedrijfje van hun, Boande. Dus geen spon zelf gekocht, maar echt een onwijs leuke tas. Nou, en de sneakers die zijn van Naked. Dus een oorbellen van Shein. Dus ik ben er klaar voor. Even een kleine onderbreking. Want voor we naar het huis gaan en ik jullie het huis ga laten zien, heb ik nog een super leuke samenwerking met Decenio. Ik werk echt al jaren met ze samen. Maar dit moeten jullie echt even zien. Er is een doos binnengekomen. Kijk hoe groot. Voor in het huis, in onze slaapkamer, hebben wij 2 prachtige posten en lijsten besteld bij Decenio. En ik heb een onwijs grote kortingscode voor jullie. Met deze kortingscode krijg je onwijs veel korting bij Decenio. Check het, ik zal het in de beschrijving even zetten en de posters daar ook linken. Maar dit is wat ik heb uitgezocht. Komt ook altijd echt heel erg netjes binnen. Oh, kijk hoe groot. Ik kan het bijna niet laten zien. Oh, ik vind dit zo mooi. Het is niet op beeld te laten zien, dus ik ga het nu in de lijsten doen. Is toch prachtig voor boven het bed. Ik vind dit zo mooi met die beige en aardse kleuren. En dus deze. Het zijn dus de posters van 50x70 centimeter. Dus mega groot.
En dan heb ik er een bamboe lijst bij gedaan. Want ik heb alles dus in deze stijl. En al mijn andere lijsten en posters van de Senio heb ik dus ook in deze bamboe. Dus dat matcht heel erg mooi. Maar we zijn van plan om dit boven het bed te doen. Twee van die grote lijsten, want wij hebben een 2 meter bed. Dus ik denk dat dat heel erg mooi is. Oh ja, en ik heb het dus voor de grap even heel erg snel tijdens... ik was ergens mee bezig en toen dacht ik, wow, zo dit staat. Dus heb ik het echt heel erg snel gefotoshopt, geplakt in boven het bed. Nou, dat ziet er dan zo uit. Maar dan zie je een beetje hoe het wordt. Dit is ook een before foto van ons huis. Dus nu is dat ondertussen weer heel erg anders. Maar ja, ik ben heel erg blij met deze lijsten en posters van de Senio's. Ze hebben echt onwijs veel posters en lijsten. Waarschijnlijk weet je het wel. Ik zou zeggen, check dus deze kortingscode en kijk even op de Senio, want het is echt een flinke korting. Ben benieuwd hoe wij dit gaan ophangen uiteindelijk in ons huis en hoe het allemaal eruit komt te zien. Blijf dan kijken naar deze verhuisvlogs. Ik ga jullie niet langer in spanning houden. We gaan terug naar de verhuisvlog en naar het huis. We gaan. Ik heb hier dus een tas waarvan ik dacht dit is genoeg om in één keer mee te nemen. Met toiletartikelen, snacks, vuilniszak, onze moodboard. Maar dat is iets meer geworden. Ik heb nog wat drank mee, fles champagne, whatever, allemaal dingen, deurklinken en zo. En de schoonmaakdingen die wij allemaal hebben gekocht. Dus ja, die nemen we ook gelijk mee. Nou, we zitten erin. Oh, daar moet ik ook even over na. Ik ga de koelkast vullen, heel belangrijk. En dit is ook zo leuk allemaal. Staartje. Hey. We gaan beginnen. Oké, even een update. We zijn echt fucking ver al. Dat was eigenlijk niet de bedoeling, maar dat is alleen maar fijn. Morgen staan we klaar om dit allemaal te slopen. We hebben alle deuren eraf gehaald en zo. Alles bedekt. En dan kunnen we lekker aan de slag. Hier ook. En hier ook. De zolder hebben we de maandjes er al afgehaald. De tapijt hebben we al getrokken. Ik en Linde. Kijk. Ik moet alleen nog even... Het kan morgen wel even dit allemaal opzuigen en zo. We hebben er allemaal afgehaald. Nou jongens, we zijn er. Gisteren is er al best veel gebeurd. Gisteren zat ik zo in een soort bubbel van ons huis. Dat ik de camera er nog niet heb bijgepakt, maar dat doe ik dus nu. Het is vandaag zaterdag, 7 uur 's ochtends. Het zonnetje schijnt al lekker. We hebben dus de vloer afgeplakt. Je hoort helemaal de echo. Nou, de keuken even ingedeeld voor de snacks en zo. Kijk, bier, wijn, heel belangrijk. Snacks, van die plastic wijnbekertjes. En koffiezetapparaat, die hebben we ook. Moet ik zo nog even pakken. We hebben ook al heel lief wat kaartjes binnengekregen. Maar goed, we hebben dus de sleutels. We zijn gisteren dus al bezig geweest. We hebben alles afgeplakt. We gaan vandaag beginnen met de badkamer slopen. Ik en mijn schoonzusje hebben de tapijt op zolder er al uitgetrokken. Ik zal het zo even laten zien. Deze gordijn, die gaat eraf. We krijgen nog lamellen. En dit wordt een beetje de kleur van de keuken ook die we krijgen. Dus dat zie je dan hier heel mooi. Ja, en het is gewoon echt zo mooi. Ik vind het nu al zo leuk. Hier zie je een beetje wat het hier wordt. Dit was het zeg maar. Dit is het nu. Hun hebben van die betonplaten hier tegenaan gedaan. Maar dat vinden wij niet zo heel mooi. Het is iets te industrieel. Dus wij gaan hier nog even een klein laagje overheen stukken. Voor de rest is alles al gestukt. Door de vorige bewoner. Maar hier komt dus zo'n kleding of kledingkast. Zo'n kast hier zo. Want het is een hele grote ruimte. Nou, en ik vind dit ook gewoon zo leuk. Deze doe je open. Deze kan ook open. En dan heb je gewoon vet leuk de tuin. Hier komen hortensia's. Bankje. Konijntjes. Daar in de hoek. Hier een tafel. Wordt helemaal gezellig. En met kerst komt daar een krans. Ja, het is gewoon zo mooi licht hier. Dus even een tour. Dan hebben we hier de voorraadkast. Nou, daar hoef je nog niet naar te kijken, want dat is nog een beetje
een chaos. Maar dit ga ik uiteindelijk zelf nog opknappen met gewoon een likje verf. En hier gaan we een soort zwarte vloerkleedje wat je voor de deur hebt, net zoals dit. Maar dan helemaal op maat afgesneden, zodat het ook gewoon netjes is. Dus dat gaan we ook nog doen. Hier hebben we de hal. Daar komt deze lamp. De wc. Dat wordt dit. Betonsireen. Helemaal leuk, hè? Ik vind het zo leuk. Hier hebben we al wat afval. Nou, en hier hebben we het ook al beplakt. Op de muren komt subtle stone. Een beetje een off-white beige kleur. De trap wordt wit. En dan zijn we boven. Oh, het zonnetje schijnt echt heerlijk. Het wordt vandaag zo'n mooie dag. Dit gaat er vandaag uit. Dus even een before. We hebben hier dus best wel een hoog opzetje. Dus we gaan proberen dit door te breken en lager te maken. Maar dit gaat er dus allemaal uit. Wordt allemaal uitgesloopt. Hier zie je wel een beetje wat het wordt. Dus ja, echt zo leuk. Dit is de logeerkamer straks. Hier gaat niet zoveel gebeuren, behalve dat dat wandje nog een kleurtje krijgt. Voor de rest alles nog even wit gesausd wordt. Dan is het ook weer netjes, maar alles is gewoon nog super fijn gestuukt. Dit wordt onze kamer. En dit is best wel vet. Dit is ook een soort beton look. En dit vinden we dus heel erg mooi, alleen is het echt te grijs. Dus ga je hier toch wat anders op doen. Als dit een beetje een beige beton look was, hadden we het gehouden. Nou, en daar zit ook een soort vlek, maar op zich maakt dat niet uit, want er komt een bed voor. Maar we gaan het dus toch helemaal nog doen. De kledingkamer. En op zolder heb ik dus tapijt al getrokken. Dat was groen. Hier zie je wel een beetje hoe dat wordt. Deze hoek wordt dus zo voor mijn bureau. En dit gaan we allemaal stukken. Schilderen, dus dit is het enige wat nog een beetje oudbollig is. Qua zolder. Maar hier hebben we dus twee ruimtes. Dus hier komt mijn kantoor. Op den duur een ander dakraampje. En een dakkapel. We hebben hier dus achter schotten. Dus kunnen we ook allemaal dingen opbergen. Maar goed, dit wordt allemaal wit en gestukt. En dan wordt hier Sanders kamertje voor darten. En dit gaan we nog helemaal laten inbouwen. Dan kun je hier wel zien wat het wordt. Dus ja, dat is even de update. Het is echt fucking leuk. Ik vind het zo leuk. Wij gaan weer aan de slag. Ik ga jullie proberen mee te nemen, maar als ik eenmaal een beetje bezig ben met gewoon klussen en dat soort dingen, dan zit ik zo lekker in. Maar goed, ga beginnen. Wat? Mijn blik is daar. Mijn blik? Ja, als toch. Oh ja, oké. Fuck, hè. Ga ik dat zo nog even doen. Ach, ik zie er echt niet uit. Nou, we hebben alweer eigenlijk de hele dag erop zitten. We begonnen dus vanochtend om 7 uur. Of nee, dat is niet waar. 7 uur ging de wekker. En het is nu 2:30. En iedereen is net weg. Dus Sanne en ik zijn nog even aan het naborrelen. Ik ga straks zelf nog even wat kleine dingetjes doen. En dan ga ik ook lekker naar huis. Maar we hebben echt een goede dag gehad. We hebben echt al veel gedaan. De hele badkamer is gesloopt. We hebben hem verlaagd. Ik zou zo wel even een tour doen. Dus ik geniet nog heel even van mijn wijntje. Met Sander in dit lekkere weer. Ik ga even lekker buiten zitten. En dan ga ik jullie even updaten. Ik heb sowieso nog 2 super lieve cadeautjes gekregen. 3 eigenlijk. Ik heb van Linde, mijn schoonzusje en haar vriend, een cadeaubon gekregen. Van een vriendje van mij een intratuinbon. En chocola en een nieuw home blond Amsterdam mok. En een iets voor mijn konijnen. En een zuivelhoeven pakketje van mijn schoonouders. Trouwens, we hebben wel veel meer cadeaus gekregen. We hebben nog champagne gekregen met glitter. En een rosé en een rode wijn. Helemaal lekker. Deze ziet er ook echt goed uit. Dus ja, die leggen we even hier neer. Verder hebben we vandaag nog even een bezem en stof en blik gehad. Stof en blik hadden we al wel, maar niet zo'n 1 voor in de tuin, zeg maar. Wat grover. En een bezem niet. Dus die ga ik zo even gebruiken voor het alles opvegen. Ik zou even een kleine update doen. Wat ik zo nog eventjes wil doen, want iedereen is naar huis, is deze. Kijk, die kan ik afdraaien en dan kan ik er afschroeven. Die wil ik even zwart spuiten. En deze ga ik ook gewoon zwart spuiten. Eigenlijk hebben we hier een nieuwe voor.
Maar joh, weet je, ik pak die mee, dus ik pak deze ook mee. Dus waarschijnlijk gooien we deze uiteindelijk weg of naar de kringloop of whatever. Maar ja, ik vind dat wel even leuk om te doen. Dus die en die ga ik even afhalen. Voor de rest wordt dit maandag. Het is dus nu zaterdag. En maandag komen weer allemaal mensen hier en die gaan stukken en doen. Dus dit wordt dan gestukt. Hoe schattig, hadden we gekregen een geurstokje. Van de hypotheekadviseur. Dus die heb ik gewoon al neergezet. Oh, dat doe jij. Ik schrik me dood. Dus dat ga ik zo nog even doen. Ik heb de trapleuningen alvast geschuurd. En hierboven ook. Ik zal even de muziek uitdoen. Kijk hoe lekker dat zonnetje naar binnen valt. Het is zo mooi weer. Ik word hier zo gelukkig van. En het voelt gewoon zo goed hier. Ik heb alle kozijnen ook al gestuukt. Ik was begonnen met het kit wegsnijden. Oh, ligt er nog een blikje hier. Kijk, dat kun je ook goed zien. Maar dat deed ik best wel lang over. Dus Sanne's vader is schilder. Dus die gaat dat zelf nog verder doen. Want hij kan dat wat sneller, uiteraard. We hebben de deuren gedemonteerd. En ook al afgeschuurd. En de klinken afgehaald. Deze heb ik nieuw gekocht voor binnen, zeg maar. Nou, en dit heb ik ook allemaal geschuurd. En dit ook allemaal. En dit. Dus in principe zijn we al echt ver gekomen. Ik ga zo ook nog even alles af om af te vinken. Nou, en de moment suprême. De badkamer. Oh my god. Er is vandaag hier zoveel gebeurd. Echt veel mensen hebben hier geroepen. Echt super lief. Dus je kan zien, we hadden zeg maar echt een mega opstap hier. Ja, dat is nu echt wel zo'n stuk verkort. Verlaagd. Echt heel blij mee. We hebben namelijk echt, dat kun je hier wel goed zien. Dat rode hierboven lag de rand van de badkamer. We zijn echt een stuk gaan naar beneden gegaan. Omdat we hem wat wilden verlagen. Want anders had je echt een hele grote opstap naar de badkamer. Dus dat hebben we gedaan. En eigenlijk is alles er dus uit zoals je kan zien. Hier zie je ook heel mooi de getekende douchewand. Hier komt een douchewand gemetseld met een nis erin. En dan daar de toilet gewoon. En hier dus het badmeubel. En we moeten nog even, want we hebben hier wel een schakelaar voor de lamp, maar niet een stopcontact. Dus daar moeten we nog even onze elektricien voor bellen. Nou, de verwarming is eraf, maar die komt er wel weer terug. Maar die gaan we ook weer helemaal opnieuw schilderen en zo. Dus ja, kijk dan, wat een werk, hè. Dat is echt niet normaal. Het ziet er heftig uit, maar ik ben er echt heel erg blij mee. Hier moeten we nog even een nieuwe doorpomp. En voor de rest, ja, dit is allemaal mooi opgeschuurd. Dus daar is onze verwarming. En ik heb deze nog opgeschuurd. Ik ga dit zo even allemaal bij elkaar vegen. En op zolder ben ik bezig geweest met mijn schoonzusje. Dat was wel gezellig. Maandag wordt dit dus gestuukt. Wij hebben alles in de grondverf gezet. Dus dit was, deze was blauw of grijs? Volgens mij was deze blauw. Deze was dus grijs. Oh, deze is vergeten. Nou ja, doe maar. En dit ook allemaal in de grondverf. En alle kozijnen. Wit in de grondverf. Dat in de grondverf. Die kozijnen in de grondverf. Een stuk mooier al. Terwijl dit moet nog geschilderd worden. Maar alleen al grondverf doet zoveel met alles. Nou, hetzelfde geldt dus voor hier. Dit was blauw. Dat is nu allemaal in de grondverf. Dit was ook allemaal hout en blauw. Dat is nu ook wit. Dus ja, dat is nu al mooi. Maar het moet dus nog geverfd worden. Deze in de grondverf. Hier komen nog zwarte klinken. Dus ja, het is echt een leuk projectje. Ze zijn druk bezig geweest. We hebben dus alles geprept voor de stucadoa. Die mag lekker zijn gang gaan hier overal op zolder. Ramen laten we even open, want het kan een mooi luchten. En verder heb ik de trap hier ook allemaal al geschuurd. Zodat dit ook al mooi in de verf kan straks. Tapijt trekken hebben we dus gedaan. Ondervloer leggen nog niet. Alle stukken, alles wit schilderen. Nou, een soort van. Ja. Dit zijn allemaal dingen, dat hebben we nog niet gedaan. Maar we hebben wel heel veel gedaan. Maar er staan heel veel dingen op wat hier niet op staat. En besef even dat dit mijn kantoor wordt. Ik vind dat zo gek. Maar zo leuk. Waarschijnlijk wordt het deze hoor. Of het wordt deze. Maar ik denk deze. Deze heeft net iets meer licht. Dus kan ik betere foto's maken. En hier hebben we ook een poging alvast gedaan om het kit weg te snijden. Zodat het allemaal weer netjes is. Maar dat gaat dus de vader van Sander hier bijvoorbeeld allemaal nog doen. We waren net iets te lang mee bezig. Dus ik veeg het allemaal op. Ik ga dit opruimen. Dus dit is before. We hebben het ook al gedaan met de hendels voor op de zolder. De schotjes. Dus dat gaan we nu voor dit doen. En dit
Dit gaat mat opdrogen, dus dan wachten we weer. Er kan altijd nog een laagje op. En ik weet dat het verder weg moet, maar ik houd het altijd dichtbij. I know. Zo, ik heb net gesport en ik dacht ik ga gelijk door met het editen van de video. Het is ondertussen alweer een paar dagen later en ik ben ook alweer andere verhuisvlog die jullie hierna gaan zien aan het editen. Maar ik zag dat deze nog geen eind had. Deze video was chaotisch. Ik was heel excited, dus ik praatte snel. Ik filmde van alles. Dus sorry voor de schokkende. Het is niet schokkend. Schokkerige beelden. Zo. Ik zal erop letten. Maar ondertussen is er alweer onwijs veel gebeurd. En ik ga jullie weer gezellig meenemen. Dus vond jij deze verhuisvlog nou leuk? Doe dan even een duimpje omhoog. En vergeet je niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. Want volgende week komt er weer een nieuwe verhuisvlog aan. En die is ook onwijs leuk. Dus ik kan niet wachten om het jullie te laten zien. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie van het huis vinden. Wij zijn er in ieder geval heel erg blij mee. En daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om. Dus ja, helemaal leuk. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video weer. Doei doei!